Ik ga even de voorraad van Sydney aanvullen. Nachtluiers. Nee, jongens, ik ga lekker met Margriet naar een event van 9 karat, 9 karaat. En ik heb allemaal nieuwe dingen aan. Dolce & Gabbana vintage pants, Burberry trenchcoat, All Stars, dit t-shirt. Ik dacht ik doe even wat jewelry om, maar hij zit verkeerd om. Hij moet andersom, hangt hij mooier. Dat ga ik nog even doen. Een klein beetje een beweging in. Eén kant op mooier valt dan de andere kant. Is dit dan te beige erbij? Of juist wel lekker door dat navy? Zien jullie de mooie vlaggen, jongens? Ik ga eventjes hier staan. Oeh, ik vind dit ook wel heftig. Die duifjes hier. Stikt het van de duifjes. You are included. Pride Amsterdam. Ja, dan moet ik echt midden in de menigte gaan vloggen. Maar goed, we doen het maar. Het zijn toch toeristen. Wat ik wilde zeggen. De Pride Week. Pride dat 2 weken duurt is begonnen. En ik zie allemaal queer toeristen. En dat vind ik geweldig. Nee, je kan niet aan iedereen zien of die queer is. Maar ik zie heel veel uitbundige, fashionable, leuke toeristen. Dus ik voel me helemaal zo van waarom heb ik een beige jas nu aan? Nu had ik ook kunnen knallen. Nou, ik ben lekker halverwege. Ik ga naar Oost. We gaan naar een hummus tentje. Tot zo! Ik zal Margriet zo even vragen, oh die komt eraan, wat wij nu gaan doen. We gaan naar een, we kunnen ook deze verhitte discussie wel eens op beeld zeggen. Margriet en ik twijfelen dus of we een podcast willen beginnen. Ik wil dat het wat oplevert, dus ofwel in views of in geld. En zij zegt nee, ik wil het gewoon doen. Ik zeg net dat wij een discussie hebben over... Oh, wat een podcast zou moeten opleveren. Ja. Wat is jouw motivatie om het te doen? Mijn bereik vergroten, dus gewoon zichtbaarheid. Mijn expertise. Dan heb je toch ook cijfers nodig? Nee, maar ik zat net daar te denken, laat er geen misverstand over zijn dat ik helemaal visualiseer dat het een super groot succes wordt. Oh wel, oké. Zeker. Want jij hebt nu, Nou, het ging erover dat ik 100 views, luisteraars, gewoon verwaarloosbaar vind. Dan zou ik het niet doen. Jij voelt bij 100 luisteraars alsnog het gevoel van, hé, ik heb een message verspreid. Ja, maar er zijn 100 mensen in een ruimte neer. Dat zijn echt veel mensen. Als je bij die mensen al iets van... Ja, awareness. Ja, als je daar al invloed hebt gehad, dan hebben zij weer een bereik om zich heen en die gaan het dan weer over hebben. En, ja. Dus ik ben heus niet tevreden met 100 dat het daarbij moet blijven. Maar we moeten ergens beginnen en dan moeten we wel allebei helemaal voelen in de game zijn. En voelen in de game is voor mij dat het gewoon een fucking groot succes wordt. We hebben het er nog wel over. Had jij nou hetzelfde aan op de andere vlog? Nee. Een soort in die kleur? Nee, je had dat beige pak aan. Beige pak met... Ja, oké. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar Nadine Kieft. Die heeft een nieuw sieradenlabel. Zij heeft al een sieradenlabel dat heet Nadine Kieft. Zij is goudsmid. Ze maakt hele funky sieraden en dat gaat ze lanceren. Het heet 9 karat. Van 9 karat hout. Wat? Die stoel? Ja. Oh ja, handig hè? Ja. Ja, ik krijg elke dag één moeder wel die zegt, of vader, die zegt, huh? Is dat een buggy? Ja, dus dan fiets je en dan rol je verder. Ja, ja. Dat is mijn leven zelf wel leuker geweest. Doei! Ik krijg serieus elke dag iemand die zegt, wat is dit voor een geweldige uitvinding. Ja. Ja, we gaan naar de sieraden. Ja. Nou ja, het werk gebeurt ook niet veel. Oh. Nog niet. We moeten naar binnen. Nee, volgens mij worden we opgehaald hoor, toch? Ja, dus dit is super goed. Oh jeetje. Vol in de rum. Oh. Boom. Zo hard binnen? Nou, weet ik, dat moeten we zo nog even zien. Hoe ik hier naar buiten ga. Ja, ik zeg net tegen Margriet, hier wil ik dus wonen. En ik ken dit hele gebied gewoon niet. Het is allemaal nieuw, behalve dit pand. Nou, we gaan het hele goodie bag openmaken. Nee, het kwam door Margriet, want die ging dus heel erg... Ja, ik ging al gelijk. Het openmaken. Greedy. En wat is dit dan? Ja, zo'n meetdingetje. Perfect. Greedy, ja, gewoon nieuwsgierig. Precies. Het was een heel leuk feestje weer. Ja, leuk hè? Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat denk je dat ik heb? Een doodshoofd. Nee, ik heb hetzelfde. Visje. Oh, zo'n visje. Piranha is dit hè? Heel leuk. Piranha. Is dat van 9 karat? Ja, dus dat 9 karat staat voor... goud. Voor 9 karat. God. Ja, maar dat wist ik nooit. Nou, dat wist ik meteen de eerste keer dat ik... Tuurlijk wist je. Nee, maar jij zegt 9 karat. Ja, dan weet ik dat 9 karat is en niet 14. Ja, maar de eerste keer dat zij zei, ja, ik ga een nieuw merk beginnen en dat heet 9 karat. Toen dacht ik, 9 karat. Oh, 9 karat. Oh, jij dacht carrot van wortel. 9 wortels. Er gaan nog steeds gaan er mensen langs die cocktailbar. Ik vond het wel lekker dat pina coladaatje. Ja, dat is lekker. Wel anders dan ik een ander pina colada drink. Dat is minder zoet, maar wel beter denk ik. Nee. Want het is zo makkelijk.